En we zijn in een hevige discussie. Ja, dat dus. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Wat denk je zelf? Eén kijk en twee reacties. Zo, dat is snel. Even mijn computer pakken, jongens, anders kan ik jullie reacties niet lezen. Mot dat nou weer? Oh, ja, dan ben ik fucked up. Vijf reacties al, jezus. Jullie gaan snel. Ja, weet ik niet. Ik mijn computer is net aan het opstarten, man. Jemig. Ja, dat kan. Ik heb er een livery op kunnen zetten. Twee met zeven reacties, hoor. Jongens. Er zit een minigun op, maar het voordeel is, je kan gewoon met je eigen wapens ook. Switch maar even tussen wapens. En dan zie je uiteindelijk minigun staan. Oh ja, één ding. Je kan ook je touchpad gebruiken voor wapens. Dus als je voor... Als je ervoor bij één keer gesprongen. Kut, weer twee. Oh. Wait. Ja, ik stream, ja, jongens. Junior streamt. Ik ga vanavond crew livestreamen. Zo, dat is lekker, even mosh. Mensen bij ons. Lekker, jongens. We gaan even een autootje stelen. Dunker, heb je nog eentje halen? Ja. Oké. Okay. Oh, sorry. Ik wil nog wel die politie hoor. Yo, hoe heet je eigenlijk? Ja. Refons. Hey Jun. Jij hebt mijn Ardent opgeblazen. Ja, wat? Hey, wel met Ardent. Wat is dat? Hey, Jun, nog een water halen. Dat is ja. Het kerstje. Inderdaad, nog eentje. Ilko, ik weet niet waar Ilko is. Ik heb hem nog niet gehoord. Ilko is werken. Oh, nou inderdaad, Refmoor zegt dat nu. Volwassen mannen. Michiel. Jelle? Even geen aandacht vragen, want ze hebben het nog niet over je. Laat het gewoon gaan. Gewoon negeren. Ja. Gewoon negeren. Ik zit pas in de derde, joh. pak gewoon de positieve reacties op. Duncan en ik zijn ook net in de derde gegaan. Ja, hey. Good to see you, boss. Met de chillste mentor. Ja, sowieso. Maar hallo, Pogas. Hallo. Goed volk. En, heb jij al je eerste dag school gehad? Nee, ik heb nog een week. Oh, hij zit natuurlijk boven in het land, ja. Nee, Gelderland. Gelderland? Beetje midden. Het zou misschien geteld worden als het Noord. Wij zitten net niet in Brabant. Mhm. We zitten echt aan de onderkant van Gelderland. Noord heeft volgens mij een school. Okay. Noord-Holland. Noord-Nederland. Holland, dat is provincie. Oh ja, dat is zo grappig. Engelsen zeggen altijd Holland, maar daar ik zeg de Netherlands. Holland, dat is een provincie. Met Den Herder.
en Amsterdam. Vandaag nog vrij. Hoe heet het? Refsmosje hoeft pas 5 september naar school. Dunkie. Jezus. Ik woon in Noord-Holland. Ik had gezien dat de auto nog bezig is. Moet je even bij Jelle zijn. Ik ben even een auto aan het halen. Ja, het is nog makkelijk. Twee. Kut, mijn is vandaag, twee, was vandaag half 1 uit, morgen ook weer half 2. Lekker. Ja, lekker. Lekker als je vroeger uit bent. Dat is wel lekker. Ik dacht eerst dat die, Cheetah Classic, degene met de guns was dan, maar dat lijkt wel deze. Nee, de Ardent is het. Ik dacht echt, dat het Cheetah Classic volgens mij, was. Beet 50% niet eens welke auto het in de real life is, waar die van is. Welke? Ja. Ja, maar in wat die gebruikt is. Het is James Bond. Een van de vroegere James Bonds. Ja, ik kijk dat ook. Maar ik heb het blijft leuk. Wat? Hoi. Zo. Ja hoor. Laatste vrijdag. Ja. Zo. Ja, een vrouwelijke politieagent. Dat zie je ook niet vaak. Het zijn altijd mannen. Komt nog een auto met een gun, zo'n classic. Oh, super. Hij heet Alle, denk ik, maar is er nog niet uit. De Alle, denk ik, wat? De Ardent is deze. Nou, jullie hebben dus je antwoord. Hoe voelt dat? Ja. Kom je vanavond in de strip? Ja, het model vind ik wel leuk. Maar moet je eens voor in de... Wat, in de motorkap kijken, Jan. Wat daar zit. Dat is wel leuk. Kan een van jullie mij misschien helpen om een bunker vol te krijgen? Maar heb je het gezien Jelle, wat er voorin ligt? Ja. Jawel. Ik vind niet eens wat het is, joh. Wat? Is die online? Wordt het nou... Ja, hij is online, volgens mij. Ik zag hem in ieder geval. Hij is hier niet, dus hou je gemak gewoon even. Hij is hier toch niet, ja, in de sessie? Hij is online. Je moet... Veel run. En huiver, ja. We gaan het pas echt. Gaan we het pas echt ergens over hebben als die hier is? Dan ja. Mag het voor mij pas erin.
Beter ga je snel de crew halen. Dat is met 20 euro. Ik heb al de crew even, Mos. You just have received an invite to join the crew. Wolfjes. Oké. Okay. Ik ga zo dacht dat wel leuk. Oh nee, mag niet weer mijn garage. Ja, oké, vast. Jezus. Ik heb zin in september en november. Oh ja, je mag een suggestie geven voor een cool color, dus we zetten het hier even op actief. Hé, Jelle. Stiepe van. Zo. Dan doen we even actief met cool colorsjes. Nu ik weet hoe ik het moet doen. Dat is wel leuk. Zijn jullie aan het praten, man? Zo, ik weet niet wie er allemaal aan het kijken is. Boeit me ook allemaal gewoon niet. Ik heb ruzie met Luck, omdat ik Luck één keer gekild heb. Toen hij heeft toen gezegd, als jij nu in passive mode gaat of je rijdt weg, ga ik vanaf nu al je sales slopen. Maar ik weet wat Luck altijd doet. En Luck doet één ding. Ik blijf het zeggen, pak de positie. 20 keer killen en dan pas met rust laten. Je hebt één ding te zeggen tegen Luck. Ja, inderdaad. Enigste waarom ik dat woord gebruikte is omdat ik jou 25 keer gewaarschuwd had. Je niet wilde luisteren en toen was ik over de zeik. Toen had je mij over de zeik. Als ik bij Sinners, ik ben een hele godganselijke dag bezig om Tiefes bunker vol te krijgen en jij sloopt het. Hou je bek. Niet tegen jou hoor. Dat moest ik even van de kijker zeggen. Wie, wat is de naam van die kijker? Neptunus. Niet op reageren, nee. Niet op reageren, Ref is kwaad op mij en Ik zeg het al 10.000 keer. Pak de goede reacties. Ref is kwaad omdat wij hem en Danisha gisteren even de sodemieten gaven omdat ze een beetje te ver gingen in de chat. Maar ja, Ref, je weet waar ik het over heb. Maar je zegt ook weer, je zegt wat zei ik nou gewoon tegen je, Ref? Luister eens even, je staat hier. Wij zijn je allemaal zat mee met dit gezeik. Yes. Eindelijk, iemand begrijpt. Ja, alsof ik het niet zat ben. Iedereen wilde ik kap mijn GTA, man. Ga gewoon bij mij uit de buurt. Laat mij dan ook. Wie is deze roze dan? Iemand. Even mooi kijken. Iemand. Ik weet nog wel. Laat mij maar even. Laat mij maar even. Ik kom wel even. Ga maar eens even in die chat, want ik snap er geen flikker meer van. Nee, ik ga die chat ook maar even volgen op mijn telefoon. Dat zei je toch net? Oh nee, maar wacht, laat maar. Dat was even mooi niet. Laat maar, ik weet niks gezegd, sorry. Hé, hey, wat heb jij dan voor boxer hier? Dat was een JBL. Hey, me too. Oh, lekker. Welke? JBL dood? Oh, Maggos. Ja, ik ben ook klaar met het gezeik, Maggos.
Maar dat was omdat ik hem... Ik had, hoe heet het? Ik had Muk 1 keer gekild. En hij zegt, ga in passive mode. Ja, hierna. En ik laat jou nooit meer met rustig in enkele andere sessie. Duncan. Dat is wat ik toen gezegd heb. En het waren niet live. Ik naam door. Het was niet live. Dat je die kan toevoegen in de party. Dus ik ben gewoon weggegaan. Ik probeerde alles gewoon een beetje met rust te laten. Ik denk, nou, dan ga ik maar gewoon lekker wegrijden. Dan koelt hij maar even af. Ik switchte ook even de sessie. En was of wat anders gaan doen. En meneer werd kwaad en stuurde vervolgens later, zei hij het volgende tegen me. Goed, je hebt je keuze gemaakt. Je bent weggerend. Ik ga nu alle sales voor jou kapot maken die je maakt. Dat is wat hij gezegd heeft. Ik zeg, doe dat nou gewoon niet. Ja, ga vertellen even tot 10 koel even af. Als je het gewoon ik doe het ook, want ik ga gewoon weg, want ik heb hier geen zin in. Want ik ging al weg, omdat ik merkte dat hij kwaad werd op mij. Dus ik denk, nou, dan ga ik even weg. Hij werd dus blijkbaar gigantisch kwaad. En heeft me sindsdien ook niet meer met rust gelaten. En gisteren is hij mijn sale aan gaan vallen. Ja, ik weet het jongens. En voor de mensen die hebben gekeken. Ik heb het woord kanker gebruikt. Maar dat is nadat ik hem 25 keer gewaarschuwd heb. Met berichten op GTA naar hem. Blijf van mijn sale af. Jongens, mijn sale. Afblijven. Wegwezen. Mijn sale. Afblijven. Nou, niet doen. Ja, nou, op een gegeven moment kreeg je het maar. Dat wil je niet. Heb je ook al een keer gehad? Dus dat wat er gebeurd is, en ik heb ze nu allemaal geblokkeerd, ook Ilko, en wees niet kwaad op mij, omdat ik dat gedaan heb, maar dat heb ik gedaan om de rust en vrede te bewaren, want dit gaat knallen. En goed knallen. Ja, dat snap ik, man. Die mag, weet ik veel shit. Die mag. Ja, ik heb alles geblokkeerd, zodat ik de rust en vrede kan bewaren, want als wij elkaar nog één keer tegenkomen deze week in online, dan gaat het ook bof. Ja, inderdaad. Mag ik even in die Ik heb ook niet voor niks kaasschade, hè. Laat het rust, laat het zak. Ik weet het, niet normaal gamen, lekker met elkaar, een beetje kutten, een beetje kloten, ook leuk. En dit even. Leg dan ook even uit aan Luc dat hij ons met rust moet laten, hè? Want de Melza werd gekild. Ik werd gekild, Remco werd gekild, er werd lukraak op mensen geschoten. En er werd niet geluisterd naar het feit dat er werd gezegd, er worden nu sales gemaakt van meerdere mensen. Blijf daarvan af. Het was niet eens mijn fucking sale. Het was die van de Melza, die hebben jullie half lopen verneuken. En daar ben ik ook gewoon nog steeds pist om. Want als je één ding niet moet flikken... Is dan iets komen van iemand die al bijna geen geld heeft in GTA? Nee, genoeg ver ben je? En zeker niet de Melza die het nog maar net speelt. Ik heb de 4. Dat vind ik gewoon niet leuk. Dat vind ik gewoon smerig. Wat? Dat is gewoon wat is gebeurd. Help je mij zo meteen dan ook? Ja. Ja. Dan moet ik heen. Maar het is altijd zo bij mij. Hij moet maar altijd hebben. Hij gaat bij mij. Weet je, dat is, Megos. Als wij één keer met elkaar een sniper battle hebben gehad. En later, dan komt er 5 minuten later weer een akkefietje. Maar wat Luc doet, is iets wat dom is en wat niet handig is. Hij gaat 25 keer gaat hij mij doodschieten en hij laat mij niet weglopen. En hij laat me ook niet in passive mode gaan. Dan word ik gewoon boos. Oh, je hebt me een groep gedaan. Dan word ik gewoon boos hoor, jongens. Je geeft maar een suggestie. Dan heb ik ook mijn recht om te zeggen van, hé jongens, en nou is het godverdomme klaar. Heb je een ETR1 of zoiets? Ja, die heb ik. Kom eraan, Duncan, het snelste wat je kan. Kijk, hier. Dit is het mooiste blauw, vind ik. Laat ik het zo zeggen. Ik zie dat niet anders. Als een van hun die stream op dit moment kijkt, verneuk 1 sale. Oké. En ik neem contact op met mijn mannetje en die gaat ons verplichten te praten. Anders worden de accounts gedelete. Dan gaan we gewoon onder dwang praten. Ja, kijk. Als je goed kijkt, Joy.
dan staat er rechtsonder, checking your text. Dan laat ik je gewoon dwingen om dus te praten. Ik heb een naam doorgestuurd. Er wordt gesproken hierover. En heel dus snel. Zo even via PSN als ik binnen ben. En bericht je dat je toe kan voegen. Ik had dingen niet moeten zeggen en jij hebt ook een paar dingen gezegd die jij ook beter niet had kunnen zeggen. Zoals onder andere lekker voor je dat je tante overleden is aan kanker. Uitspraak van Luc. Ja, die is ook wel best Ja, maar op een of andere manier is dat natuurlijk blauw. Ik pik een hoop, maar dat pikte ik niet. Yo, Tiefo. Sta ik op de auto nu? Ja. Oh, je staat er nu in. Ja, ik ga gewoon, luister eens, ik ga gewoon Luc onder dwang laten praten als hij zegt nee, ik praat niet met jou, ik ga je alleen maar killen. Dan ga ik dat mannetje gewoon inschakelen en dan ga ik gewoon zeggen, luister eens. Nee, luister eens, ja ga, kun je mij ik wil je om een gunst vragen en dan zeg je, ja zeg het maar. En dan zeg ik, nou kun je ervoor zorgen dat die en die met mij gaat praten. Oh, je mag. Hé, hey, Mayelle, kijk eens naar mijn dat groep. Dat hij moet praten. Okay, ik weet niet of je de color kan zien. Nou, en dan wordt hij zeg maar verplicht te praten. En als hij dat niet doet, dan wordt zijn account voor een week op non-actief gezet. Duncan, voor even die ene grote doel als je wil. Duncan, je weet dat een Jaraski-wolf is? Boring. Dat het copyright van de bovenste plank is? Nee. Zo die auteursrecht. Die echte Jaraski crew heeft niet eens een crew emblem. Nou, ik hou gewoon. Maar dit is de Jaraski wolf. Iemand zijn gecondoleerd, ik weet niet voor wie dat is, maar. Dat is vanwege Ilko. Hij legt het je verder wel uit wat er aan de hand is. Bij hem of bij jou? Nee, Ilko. Hey, Jun. Ja. Vraag dat maar aan hem. Dit is even niet iets voor de stream. Dat is speciaal. Ja. Doe dat gewoon allemaal buitenom. Ja. Hou jij maar eens even lekker je mond dicht, meneertje. Hier, hoe oud ben jij? Hoe oud ben ik? Mooi. Zijn we daar ook over eens? Ik mis wat. Ja, Jun, we weten dat je hier helemaal blij van wordt. Jelle, als je heel goed kijkt zo meteen, dan zie je het voor waar je nu het over heeft. Wat, ik heb er maar gewoon ja, eten leven. Waarover jij lacht, dat weet je zelf, jongeman. Wat dan? Waar lach ik over? Ja, jij weet het wel. Ik lach over over dit gesprek, maar niet over die eten leven. Nee, ik weet wel waarom jij lacht. Oh, ik heb geen zin in groen. Hé, hey? Jun. Ja. Yeah. Ik heb geen zin in groen. Dat is echt een stom vak. Kijk Duncan, jij denkt liever natuurlijk van praat met elkaar en los het op. Zo werkt het niet ja, bij Luc. Ja, inderdaad. Praat met elkaar en los het op. Zo werkt het bij Luc niet. Die is zo kwaad om iets wat hij notabene zelf eerst naar mij gooide. Ja. Dat bommetje. Want ik had hem al meerdere malen uitgelegd. Je auto klaarmaken, dan kunnen we rijden. En laat het nou gewoon lekker gaan. En hij deed het alsnog. Toen werd ik kwaad. Maar in het begin, hè, ik was boos. Ik zeg mijn ziel, godverdomme. Kap nou, godverdomme, in de chat. Ach, mijn zon kijken. Luc nou, is gewoon wel lekker zo. Een mens dat niet veel pikt. Ah, wie er zit er nou, in de park? Luc is gewoon een typisch voorbeeld van een... Iemand met en een zwak. Als het goed is. Zo, even kijken. Ja. Wij vieren. Eventjes tijdelijk moet stoppen met GTA. We hebben het met mensen. We gaan het. Ik wil het hier eventjes niet over hebben. Nou, ik wel. Luc moet gewoon maar eventjes twee tellen pauze nemen in GTA. Ja, maar ik heb niks met het onderwerp te maken. Oké, opletten, daar gaan we. Okay, you good to go? Get over to the buyer without sustaining damage, and we'll get the full amount. Wow, zit hier een dikke bonus op? Ja.
Inderdaad. Nee. Ja, hey, als je het niet erg vindt, ik haal ze ook wat autootjes. Hey, nee, Duncan! Ja. Ik heb nog iets van 20 top range. Geef die bij mij aan. Ja, ik heb ze allemaal top range, alleen ik krijg niet de prijs voor top range. Jongens, ik zit hem op zijn staart, maar hij wil niet harder. What the fuck is dit? Ja, vervelend voor hem. Maar wij zitten even te planken. Ik trap hem op zijn staart, maar hij wil gewoon niet harder. Hop naar de 700.000. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, mensen. Wow. Dat was heel close. Ja, dat weet ik. Wat denk jij dan? Voornamelijk met die auto die ik uit ging wijken. Bij jou viel het nog wel mee, ik ging hard zat. Jongens, ik vind ook een dikke daapstuk. Nee, de verkeerde afslag. Nee, ik rijd hier zo op. Ik heb het niet te rijden. Ja, dat doe je goed. Wee, daar ging Dunkie. Nou, dan oh, wat is dit best wel lekker. Ik heb 62 snoepzakken weggegooid. Maar hier zit nou die bonus op. Oh, oh nee. Wedden, ik krijg fucking veel uitbetaald van CEO als ik deze auto binnenbreng. Nee, 5500. Wat heb ik bij jullie? Wij zijn fucking high, hè, Duncan. Ja. 65. Ja, maar, dit ontdekte bericht ik. Bericht bekijken. Abonneer dit mij ik bij 30. In feite krijg je dus 2 tons per auto. Leuk voor je gamer. Stil. Ja. Dit ontdekte ik dus met Jun. Toen wouden wij een Roosevelt en een Sultan RS, of niet? Ja. Nou, toen stond er in één keer 352.000. Dus wij dachten van... Okay, geen zelfpromotie. Je threw to your garage. You need me to bring you a ride? Okay. Hoi. Een van de valkenregels van het kanaal, geen zelfpromotie. Maar ik heb nog 20 top range. Ik stuur zo even een screenshot. That's going on the... Oké. Heb jij nog een auto? Oké, ik ga autootjes jatten. Oké. Ik weet niet hoeveel ik rap trouwens, maar... Kan iemand mij helpen met mijn... Ook gewoon een verzoekje, jongens. Mochten één van jullie... Met Luck Gamen zouden jullie door willen geven, omdat ik juist nu alles geblokkeerd heb. Laat ook Jelle even met rust. Ja, ik weet het. Ik wil gewoon even mijn rust, even tijd om hierover na te denken, jongens. Stap in. Nou, Jun. Nee. Ik wil even mijn tijd hiervoor. Stap jij wel in? Pagassen. Nee, oké. Ik ga met Pagassen aan. Zo. Even keer hoor, stap jij in of blijf je ook hier wonen? Maar mijn tijd... Wil je met mijn Ardent rijden? Nee, hoeft niet. Mijn tijd als we gas. Ja? Een rode Ardent staat daar langs de weg. Oké, ik wil wel eens proberen. Oeh, dat scheelde niet veel. Jij had ervoor geïnten. Ja, tuurlijk. Het enigste wat jij, waar ik naartoe wil, dat is naar mijn office. Nou, gaat u voor. Oh. Om gewoon even te kijken, want ik kan zien aan hoeveel procent hoeveel auto's ik heb staan. Ja, maar... Hey, eerst... Menno is online. Ja, Menno. Ja, ik ga hem weer vatten. Hij schiet. Ben je dus Nee, omdat je even moet switchen van wapens, zodat je je kanon hebt. Menno. Je hebt geen kanon? Ja, hij heeft minigun. Ja, dat weet ik. En je kan ook je eigen wapens gebruiken als je wapens switcht. Mm-hmm. Op naar uw bunker. Waar is die helemaal? Of nu mag ik? Zelf. Ardent is op zich een leuke auto. Je hebt er niet zoveel. Tot hoe lang is die bonus? Ik denk gewoon een week. Want... dat is hetzelfde geweest als... Ja, de party is open. Ik zal vanavond ook wel even kijken na het eten hoe dat zit met de bonus. Dan maak ik nu even screenshots. Mijn iPad. Thank you. Alsjeblieft. Je hoort vanzelf wel hoeveel ik heb staan. Ja, ik ga ook nog even 1 of 2 autootjes jatten. Maar als ik voor gas geholpen heb, dan staat er nog iets van 20 top range. Wat officieel met range zijn.
Hey jongens. Hey Menno! Hey. Menno. Je bent de enige die niet geblokkeerd staat. Menno. Dat jij de enige bent die niet bij mij geblokkeerd staat. Een van de weinigen van de jongens die met Ilko game. Nou, omdat ik had Luk één keer gekillt. Omdat Menno en Luk werd kwaad omdat ik elke keer een passive mode ga, maar hij gaat altijd te lang door. Hij maakt me altijd, zeg maar, als ik hem één keer schiet, krijg ik er 25 terug. Ja, maar hij blijft ook gaan. En omdat ik dat toen weg ben gegaan, heeft hij gezegd dat hij al mijn sales gaat verneuken. Nou ja, ik vind niet echt dat hij de recht daartoe heeft. Nee, ik laat hem eerst ook nog 500 keer terugschieten. En ik schoot hem, de laatste keer schoot ik hem een paar keer af. Ja, nou ja, ik killde hem iets meer dan dat hij mij killde. Bij mij ging het even lekker. Ja, daarom. En dan zegt hij tegen mij van, ik ga al je sales verneuken vanaf nu. Nou, dat gaat dus nergens over. De reacties van Menno, hashtag 1. En is gewoon niet nodig. Hoi, vliegen! Oh, dak tegen een boom. Oh, net niet tegen de boom aan. Oh, ik ben hem geland. Laat maar. Heerlijk. Ja. Ja? Ik ben helemaal geil. Hey, heb je trouwens ook alweer school, ouwe? Ja, ik lekker, hè? Niet. We hebben 9 boeken voor een heel schooljaar. Ja. Nee? Schrift, hè? Schrift. dat hebben wij niet, dat kennen wij geen eens. Precies. Oh. Wie in de CEO doen? Ja. 5 weken maar. Ja, nergens last van. We moeten 2 fout maken en de rest allemaal goed. NC Maker George. Er zit een helikopter achter me aan. Ik weet niet wie het is. Dat ben ik. Oh, dat is Jelle. Maar het is een gewone luxe helikopter. Hoor. Ja, maakt me niet uit. Ik zit toch in mijn Insurgents. Ik ken een nachtmerrie. Je krijgt er iets van. Het is Jella. Ja. Wil je wat sneller op locatie komen? Mag hoor. Nee, nog maar een kilometertje. Oké. Zo. Oh, kijk. Wow. Oh, school, ja, dat kan ook. Ja, ik ben even helikopter aan het inkomen. Oh, ga ik wel in auto daarin. Als het een shortcut railgun is, mag ik die dan oppakken? Het is een railgun, trouwens. Is het een of niet? Het zijn 2 railguns. Oh, okay. Maar het probleem is... Nou ja, laat ik zo zeggen, Menno, er zijn nog een hoop dingen daarna gebeurd. Wat niet in de stream, wat ik al een keer eerder in de stream gezegd heb, ik nou niet meer. Oh jee, we hebben weer politie of mannetjes die achterna gaan. Gezellig. De nieuwe auto is lekker snel en hij rijdt ook goed. Mhm. Was. 1 tip, zometeen. Ga auto's doen. Ga autootjes halen, kun je lekker veel geld verdienen. Want ik heb er nu 700 uit. Nee, 640 uit. Daar zit er ook bonen. Nee, dat is weg. Oh. Dat is een nieuw auto. Pardon. Ik moet even om. Submarine. Fuck, sta jij? Oh, daar. Zo. Nee. Oh. Maar je kent hem wel van de series. Dus dat is dat Submarine. Dat is deze. Ja, maar deze niet. Luister.
Hun kunnen mij wel... Ik kan hun niet zien, maar ze kunnen mij wel raken. Ik vind het echt nog steeds cool. Als jullie dat ooit terugkijken, tot zover. Nee. Hey, wat ik heb gezegd, waar de fuck stond jij? Andersom ook. Maar laten we gewoon normaal doen tegen elkaar. Want zo kwaad om te houden, een spelletje is gewoon niet nodig, jongens. Ja, maar met... Want dit gebeurt elke keer als een van ons gekild wordt. Laat elkaar gewoon gaan. Het is gewoon afgelopen nou. Dus je krijgt nu... En voornamelijk laat mijn sales gaan, want ik verdien de laatste weken al bijna geen geld. Hij stond gewoon hier. Wat een motherfucker. En ik vind dit gewoon vervelend. Oké, dit wordt even een kutritje. Maar ja, het moet maar. Kijk, dit staat nergens op. Oh nee, helemaal niks gezegd. Ik hoor bommen in mijn richting. Hey, FMJ? Juist. Zo, wat vanuit de lucht. Spijt me, geen sub voor sub. Ja, daar is hij ook niet heel gedaan in. Ja, eigenlijk wel hoor, want als ik constant moet knokken en moet schieten en alles, geef ik zo in 3 dagen 3 ton uit. Oh, zo, dat valt 3 ton. Dat is een rip uit je lijf. Zo dan. Godverdomme, stelletje joden. Oftewel, ik heb 1 sale gemaakt en ik heb vervolgens alles alweer uitgegeven aan mijn kogels. Ja, nee. Domino toch op. Ik moet er van money. Dus profiteer er maar even van. Even 1 ding, er staat hier een platform, maar dan kan je überhaupt niet eens komen. Ik ben er nog niet. Ja, ik ben er nu niet. Wacht, als ik 4 autootjes heb, willen jullie dan bij mij verkopen? Ja, Jim. Ja, mijn golfje zit ook wel. Ik help vandaag gewoon een beetje. Ik heb natuurlijk mijn bunker kort vandaag. Wacht, even wachten, Duncan. Ik schiet even iedereen neer. Ja, 4K, nou dat vind ik wel lekker eigenlijk. Zo, maar jij werd er helemaal geld in, toen jij dat hoorde van mij van. Ja, maar ik ben al aan het sparen voor mijn bunker, dus dit komt echt op het perfecte moment uit. Ja, maar die bunker heb jij nu 1 keer. Ja, ik zit nu op de 900.000. Er is nou nog 1 sale dus, en dan heb ik hem. Dus dan heb jij 9,5. Hoi Jelle. Hoi. Lekker een luxe. Wie is Dutchlanders ook weer? Dutchlanders. It's me. Dat is nieuwe Mario. Er staat hier een Dukes. Duke of Death. Ja, nee, gewoon een normale Dukes. Of een top range ik heb. Dat is toch best wel zeldzaam als je die gewoon normaal op straat vindt. Hier, nog eentje. Ja. Een rode met chroom en ik zag een zwarte met chroom. Nou, ik heb het hier voor grotendeels uitgemoord. 2. Nog 3, 4 en 5 en ik kijk even hoeveel 3. Ik heb staan. Ja, ik heb er 4 jongens. Wie wil? Ja, Jun, dat komt even. Heb je heel even? Dan controleer ik even hoeveel ik er heb staan. Is goed. En nou, dan komt het meteen naar jou. Spoilers. Rockstar. Oh, je hebt hem al. Ik heb een spoiler meteen erop gezet, puur en alleen maar, zodat hij beter rijdt op het circuit. Duncan, kom maar, ik Michael. Ik doe dat zodat hij meer grip hebt. Dat is het enigste waarom ik een spoiler erop zet. Ik heb een beeld gezien van Corwin. Dat wil ik nooit meer zien. Is een naki.
Jongens, hij geeft aan dat al mijn auto's toprange zijn. Ja, dat is ook zo. Dat is bij iedereen, omdat je er dubbel geld voor krijgt. Maar je moet gewoon echt goed kijken welke toprange zijn en welke niet. Ja, je weet, als jij heel veel auto's hebt gehaald, dan weet jij. Inderdaad. Hallo. Iets wat ik niet kan lezen. Hey, het is een Robin. Ik pak deze hier. Wat? Wow, nou, een beetje doorlopen. Is deze standaard groen? Ja. Mag ik terugvliegen? Menno, kan je me daar helpen? Ja, ik kan het vliegen. Oh, doet pijn. Ik wil ook even een paar kills maken. Nico, de kat is het. Ah, Nico, de kat. Oh. Ja, maar... Laptop staat een beetje te ver weg. Maar dat is niet zo. Ik kan het ook wel lezen, alleen moet ik mijn computer dichtbij halen. Zo, ik. Echt waar, dat beeld hoef ik nooit meer te zien. Ik heb dingen gezien. Eén. Die willen de kijkers niet zien. En dat is echt een terror. Als je akkoord hoort in zo'n naam. Oh, yellow. Dat is zo'n klein wurmpie. Maar Duncan, dat soort informatie hoeven wij niet te weten. Is dat wel leuk voor ons stream? Wat? Heeft Duncan een nieuwe sport gevonden? Microfoonfappen? Oh, dat wisten we nog niet. Duncan, ben je klaar? Nee. Melvin Stels. Wie is dat? Oh, nee. Oh, nee. Nee, niet cellen, niet cellen, die gaat het verneuken. Niet doen. Melvin? Ja, Melvin die sloopt je sale als ik meehelp. Of wie dan ook. Kick hem. Die gaat slopen. Melvin. Hey, Jun. Wietse. Ja. Hoe denk je dat hij kan joinen? Wietse. THNL. En Wietse is erbij. THNL. Niet bij mij. Even kijken. Jullie wel. Nee. Wietse, Melvin. Hij joint namelijk op THNL-leden. Ja, mijn junior is nog een THNL-lid. Voor de rest is iedereen een andere. Ik ben lid van Duncan's crew. Menno niet. Nee. Oftewel, die gasten en Appelops, bad news, niet die sessie laten. Want die slopen alles wat je zeilt. Let op, hè. Ghost Organization en Hydra's komen ze hier naartoe. En die gaan de hele tijd bij je vehicle warehouse staan. Ja hoor, hop, Ghost Organization. Melvin Stels is Oh, die is al geleft. Ja. Nou, de volgende, ja, maar die lieft gauw dat je terug kan joinen op fietsen. Dus, Jun, doe even slim. Ga even snel, even gauw van crew switchen. Even gauw van crew switchen, dan ben ik godverdomme 6 jaar onderweg. Nee, gooi. Lief gewoon THNL. Ik heb je geïnviteerd van Wolf. Hoe doe je dat zo makkelijk dan? Ja. Je gaat naar je interaction menu. Nee, je gaat gewoon naar je menu, gewoon naar je opties. Ja. Dan staat er cruise bij online. Dan sta je bij my cruise, dan druk je op je crew en dan staat er leave crew. Nou, dan druk je op en dan ben je in één keer uit je crew. Ik ga gewoon in passive mode. Ja, ik kan niet in passive mode. Ik haal hierna ook geen supplies meer, want ik vertrouw het niet met de mensen erin. Volgens mij kan ik dan de hele tijd alleen maar hier in het passive zitten. Wacht, ik keer even om en klap die hele straat. Vlieg maar door, dan gaan we uiteindelijk wel weg als ze daar aankomen. Ze raken ons amper. Oh ja, het sikke aan niet zo speed payback is dat je gewoon allemaal crops kan vinden.
Van verroeste auto's. Welke dan, Megosh? Niet eruit springen, ik ga wel van de. Ik denk in ieder geval deuken of zo. Is toch wel leuk? Als je in een wolf cruisen. Ja, wolfjes. Om in de wolfjes krijgen. Ja, maar je. Ja, dat doe ik later, anders moet ik weer helemaal opnieuw opstarten. Je mag van mij part een suggestie geven van een crewcaller, en dan maakt het hier wel. Oh nee. Mij maakt het niet uit welke crewcaller je maakt. Rest in passive ik zit... 1908. Alles goed en aardig, maar hou 1908 er buiten, Jelle. Op, Jelle, waar, in welke crew zit jij nu? Ik zal even jou... Waar zit de Jelle? Hoe zou het 1908 eruit moeten? Ga jij nou ook al beginnen? Kom op jongens. Ik heb ruzie met één persoon. Ik zei al een paar keer, dit gaat praten worden in plaats van dit gefuck. Ik ben weg hier. Later jongens. Stel. Nee, iets anders moet ik hebben. En dan moet ik even kijken. Hoe doet dat? Duncan, je weet wel die kuf die jij nu om hebt, hè? Kuf. Ja, die armband. Ik heb ruzie met Luc. Er gaat met Luc gesproken worden hierover. Niet met jullie. Want jullie waren alleen maar hem aan het voeden, hem aan het helpen. Als dit zo is dat heel 1908 gaat lopen fucken bij mij, zijn jullie allemaal bij mij op de watchlist. Oftewel, mensen die ik in de gaten hou voor een verkeerde move. Eén verkeerde move en een report. Een tweede verkeerde move. En ik zorg ervoor dat er verplicht gesproken gaat worden, want ik ken namelijk iemand die jullie dat kan verplichten. Anders account een week lang uit. Not. De non-actief. Dan kan je een week lang niet op je account. Hey, kan zien. Heb jij nog een leuk. Dat is de 1908. Een glitch outfit? Of niet? Nee. Dit is reporten helpt niks en banen werkt niet. Ik ken iemand die ervoor gaat zorgen dat jullie moeten praten. Sowieso er gaat gesproken worden. Want dit gaan wij niet zo houden, hè? Dit gaan wij niet zo houden. Hier gaat over gesproken worden. Zo snel mogelijk. En een nee wordt niet geaccepteerd. Ik heb zo'n geloof. Auw. Ik bedoel mijn enkel. Hoe hebben we dan nou? Ah. Oh, hier staan mijn spulletjes. AK's. Ja, wist je dat wel? Jawel. Het zijn gewoon... Jongen. Gast, hou op. Wacht, ik ga wel ergens heen waar je mijn lek niet te pakken kan krijgen. Oh. Laat maar zitten. Hey, bedankt. Au, au. Niet over me heen, jongen. Ga je duwen? Yes! Hier kan je me lekker niet te pakken krijgen. Je gaat me niet insluiten, hoop ik. Ah. Wat zijn jullie aan het doen? Een beetje in progressiebunker aan het kutten. Ik vind gewoon, en ik weet dat je nog steeds zit te kijken, dat hierover gesproken moet worden. Oh, oplossingen bedacht moeten worden hiervoor. En anders gewoon één regel, we killen elkaar gewoon niet meer. Ik en Luc blijven van elkaar af. Om dit te voorkomen. Quite it. Progress. En ik denk dat dit, wel op zich al een goede regel is. Dat we elkaar niet meer moeten killen. Wat zei je? Heb je al verkocht? Ik heb nog niks verkocht. Oké, dan kom ik je even helpen.
Maar dat heeft voorlopig nog geen nut, want Melvin zit achter me aan. Oh. Kutvisie, waar ben je nou? Oh, jij zit in een sessie alleen, neem ik aan, hè? Nee. Ik ben een vast switcher. Oh. Ik ben even naar de play. Succes. Bedankt. Oh mijn god. Jelle, je zei het op zo'n verkeerde manier. Ik en Luc blijven van elkaar af. Ja, Luc moet gewoon van mij afblijven. Ja. En ik doe het niet. En ik doe anders. Dat zegt iemand, dat zegt Magos. Ik en Luc blijven van elkaar af. Weet je wel in welke zin je dat gezegd hebt? In de vieze vorm. De stress vreet mij gewoon op, jongens. Echt. Nee, praat nog steeds. Maar Hun en die anderen hebben er niks mee te maken. Dus Marvin en Nico, waarom killen jullie hem? Ik en Luc blijven van elkaar af. Zeg dat woord niet. Dat is juist het woord waar het laatst fout om ging. Duncan, we kunnen beter een andere sessie. Nee, ik wil dat gewoon zodat Luc even niet via andere mensen kan joinen. Dat wil ik gewoon even niet. Ik zei ook al 500 keer. Eerst rust. Zo, die hele sessie zit weer vol. Ik weet niet hoe het gebeurt, maar het gebeurt. Ik sta aan pushy mode, toch kan hij me doodschieten. Oh, wat geluid heb ik zie zo niet dat komt. Hey, Justin. En Justin! Wie is er live, junior? Nou, ik. Zie je toch? Hey. Remkoes, hallo. Kom erbij. Nou, ik ben de enige meestal. Kom. Of Elko dan. Ik scheer iedereen over één kant. Nou, misschien zei ik dat. Ik zei het enigste wat ik zei. En daar had ik 100% het recht toe. Ik zei... Ja, inderdaad. Als jij mijn sales gaat slopen, doe jij precies hetzelfde als wat Appelops doet. Hé, hey, jongens, kom naar mij toe, want ik heb een Onisus. En dat is ook zo, want dat is ook het enigste wat Appelops, Wietse en al die andere klojo's doen. Hey, kom naar mij toe, ik heb een Onisus. Rampoe! Hey Remco. Ik heb een Onisus.
Oh. Zo, dat is lang geleden, jong. Mhm. Ja, Justin. Een soort van ruzie. Ja, het is nog steeds gaande. Het stopt nooit hier. Het houdt niet op. Niet van jezelf. Je weet toch van, ik weet niet of je, ben je daar op de hoogte? Ja, ja, ik heb gisteren verteld dat Luc deed met sales lopen. Dat ik ze allemaal geblokkeerd heb. Ik haal alleen mensen van de ervan af, van het blokkeren af, op één voorwaarde. Dat mijn sales met rust gelaten worden. Sta ik op de bloklijst? Nou, mensen worden geblokkeerd als ze mijn sales willen slopen. En ik hou ze geblokkeerd als ze niet blijven of, proberen. Ik vraag niet wat de reden is van die lijst, ik vraag of ik erop sta. Nee, joh, jij sloopt geen sales. Oké, mooi. Dan moet je me verder niet. Jongens, ben zo terug. Oké. Die zie je nooit meer terug. Ik ken gewoon... Hey Ilko, ik haal jou van blokkeren af. Hij kijkt niet mee, dus je kan praten wat je wil. Ik haal jou gewoon van die blokkade af. Maar op één voorwaarde haal ik jullie van die blokkade af. En dan stuur ik de sales, dat de sales moet rust gelaten worden. Hey Ilko, lekker aan het werk. Why the digital footprint your... Ik wil gewoon niet meer... Dat al mijn sales denk... kapot gemaakt worden. Dat wil ik gewoon niet meer. Oké, Duncan. Ik weet ben, wat er gezegd is over en weer. Onderweg ik weet naar wat er allemaal gebeurd is, Ilko. En dan kunnen we gaan. Ja, maar er zijn een paar dingen gezegd door Luc die ik ook niet leuk vind. Benno. Waar is Menno? Menno die was al uit de party gegaan bij de vorige. Bij de vorige sessie. En hij zat nog steeds in de sessie. Daarnet. Ik snap dat men een beetje zat is hoor. Ja, logisch. Ja, maar het is altijd wat. Ik bedoel, het is even normaal. Het is altijd Oh, dat moeten we weer eens gaan doen. Een lekkere car meeting. Ja, inderdaad. Hey, ik deed het gewoon lekker naar mij. Ik vind het goed. Het zal wat. Weet je wat het is? Dan wordt er waarschijnlijk zo meteen gezegd: ja, alles weer met Jelle dit, alles weer met Jelle dat. Jelle heeft dit en dit en dat veroorzaakt. Wie gaat dat zeggen? Nee, ik wil zeggen: ik deed helemaal niks, dus ik snap er ook sowieso niks van. Ik gooide je eruit omdat ik niet wilde dat Luc ging joinen. Dat wil ik gewoon niet. Ik wil niet dat hij joint. Hoe is je werk nou? Boom boom. Ik dacht ook hoe je werk is. Vraag ik altijd voor mensen. Nou Jun, hier ben ik hoor. Nee, ik ben er ook net. Ja, Russell komt join vandaag. Ja, we doen het wel met drie, want één had de rest gejoined, zo'n zesje verder. Ik hoe raar dat eruit ziet dat jij niet meer in de crew zit, Jim. En ik ben er helemaal niets van gediend dat jij tegen mijn crew members loopt te lullen dat ze... 19.8 met een lieve lol. Oké, ik snap hier helemaal niet. Dus. Oké. EY Junior. Ja, oké, ja. Nee, maar dat was omdat wij dachten met z'n allen. En ik was niet de enige. Dat Wietse kon joinen door de middel van een invite naar 19.8. Dat is de enige reden. En daar hoef jij niet boos om te worden. Want ik wist ook niet 100% van alles hoe het zat. Sorry hoor, maar val mij daar ook niet op aan als ik niet alles weet. Zullen we even een eigen party maken ofzo? Random.
Ik weet ook niet altijd alles. Ja, ik ben vaak op de hoogte van verschillende dingen, maar niet van alles. Tja, ik ook heel van Mars. Het is hem niet recht. Ik probeer zoveel mogelijk dingen zo goed mogelijk te volgen. Because, waar ben je? Moet je een invite? Zodat het zo duidelijk mogelijk en goed mogelijk opgelost kan worden. Dat is even makkelijker, want ik zit opeens te denken, oh ja, hij moet ook nog komen. Zo. Nou, naar deze show ga ik even lekker... Ik ben ook mensen uit THNL aan het halen. Ik ben nu ook bezig. Het is in volle gang. Je kan allemaal dat er een nieuwe crew aangemaakt wordt. Enzovoort. Je hoeft het uit te halen. Je kan de crew gewoon totaal deleten. Ja, ik ben er al uitgegaan. Meteen niet, kan nooit. Als je de crew delete, gaat gewoon iedereen eruit. In één keer, boom, klap. In your face. Ja, de remkoers terug. Dus, wat ik aan jou zou willen vragen is, boek de rest terug. Er wordt voor gezorgd dat niemand van hun nog kan joinen in wat dan ook. Er wordt voor gezorgd. Ja, hey Jun, jij hebt het ook. Met wat top range. Wij zijn er volop mee bezig en de oplossing is dichtbij. We hebben het toch bij mij ook al gezild? Als ik de huidige crewleider van THNL kan vinden, kan ik de crew verwijderen en dan zijn we er vanaf. Dat is Lucas. Jij moet niet kwaad worden, Luc. Er wordt gewoon met elkaar gesproken hierover, want ik wil dat dit stopt. Ik kan zo geen GTA meer spelen. Oké, wie heeft welke auto? Je had het Menno ook kunnen inviten. Heel spijt me, maar heel 19.08 zit op het moment achter me aan. Ook van jou. Grappie. En op die manier, als je dat doet, op zo'n manier, geef je je crew een slechte naam. Remco. Ja. Ja, maar dan hebben we alles gedaan en als ze dan alsnog joinen... Aardig wat, ja. Wat is je hoogste? Kunnen we ze daarvoor reporten? Mijn hoogste is een Tyranitar van 372. Die daar gevangen? 3072, sorry. Nee, die had ik daar niet gevangen. En ben je nog speciale Pokémon tegengekomen? Ben je nog speciale Pokémon tegengekomen? Nee, ik had eigenlijk alles al. Okay. Als je één keer naar Kijkduin bent geweest, dan heb je de meeste Pokémon's toch wel. Mm-hmm. Ja, oh, zo maar even. Een autootje. Oh, je hebt het even nieuw. Welke heb jij? Ik heb de Rosenhof. Oké, dan is het goed gegaan. Kan ik wel mee rijden, man. Je zit er al maar daarom is het ik kan het best rijden met die oude auto's, dus... June, ik, Cas en Menno. June, Pakas, Menno, jij dan... Melvin Styles en nog eentje. Is er nu al? Ja, maar god. Ik ga wel achterop trouwens, ik vang de klappen wel. Zolang niet mijn juniors zullen laten vind ik allemaal. Als het goed is wel. Kas, gas geven, want ze komen sowieso. Ik vind het allemaal toppie op die wat. Of misschien toch niet? Smelt het? Nee. Als het goed is niet. Als die kat use bluff shit. Van mijn zelfs blijf vind ik het best. Hey, maar wij krijgen een keer van een rust. Grim, ja, die blijft van je stil af. Dat hoeft niet maar goed te zijn. Mooi. Ja. Grim / Bram. Oh kakken. Because what are you doing? Ja, ja, ik krijg voorlopig nog 600.000, dus Ik heb het niet van verkeerd dat je 248 wil niet. Nee. Maar ik vroeg me gewoon af wat hij aan het doen was. Rijden. Ja.
ben ervoor zorgen dat ik botsautootje rijden. Chill. Oh, shit. Gelukkig hebben we morgen een kort dagje. En dat we niet vandaag gelijk is. 2:50 zijn we uit. Nou, 2 uur beginnen. Dan 1 uurtje les, dan weer een tussenuurtje. Dan weer 2 uur niks doen. 2 uur groen. Nee, 2 uur groen hebben we geen groen, want we hebben een Engels docent en een muziekdocent. Die gaan echt geen groen geven hoor. We zullen leuzen wat op. Nee, het is de eerste dag natuurlijk. Hè. Zullen we niks doen. Het is gewoon ik ga dat niet zo doen. Nee, ik wil ook niet in jullie groen. Dat wil ik ook, dat heb ik ook nooit gewild. Ik ga gewoon even helemaal geen schriften en geen boeken. Sowieso, ik wil ook gewoon niet in 19 had. Er komen vaak zat kleine opstootjes omdat jullie bijvoorbeeld met mensen aan het killen zijn. Dus ik zit daar gewoon niet meer op te wachten. Ik wil gewoon dat, ik wil het gewoon niet meer, jongen. Spijt me. Oh, kut. Het is niet zo handig om tuner. Oh shit, te snel op de bocht. Jullie zijn hartstikke goede gast hoor, dat absoluut. Dat mag absoluut gezegd worden, maar... Wat heb je nou gedaan met die armen? Nee, ik zit er gewoon niet op te wachten. Ik ben er zo van. Dat is een meisje. Nou, je. Net al als je voorgeschild, toch? Ja, sowieso. Nou, dat was echt terrible. Nee, niet binnen de crew, maar wel met andere crews, waar ik vervolgens ook problemen mee kreeg als ik ze tegenkwam. Ja. Ik wil het niet meer. Oeh, dat ging me net als jullie dat zagen. Oh, en dit. Ik kreeg bijna tegen een boot. Oh mijn god. Oh, het laatste stukje nu. Echt waar. Hoe dan? En ik wil dit. Oeh, serieus. Gewoon. Ja, maar je reed op deze manier gewoon even rustig uitpraten. Ja, daarom moet je snel rijden. Want als er alleen maar gekild gaat worden, dan ga ik dan ben ik genoodzaakt een actie te ondernemen richting Luk. Oh, dit is zo heerlijk, zoveel geld erbij. Maar ik wil gewoon weer rustig kunnen gamen. En ik zit hier niet, ik zit hier niet op te wachten. 1,4 miljoen om de week. Oké. Ik wil gewoon met mijn vrienden kunnen gamen en ik laat compleet 1908 voor wat het is, jongens. Geen stress, ik doe niks. Oké, thank you. Ik zit in Legendary Fighters NL, dat is maar in feite mijn eigen crew. Ik zeg sorry. Ik ken al die gasten onderhand persoonlijk. Ik wil helpen met mijn autootjes. Ik ga het gewoon. Het zijn allemaal oude maatjes van me. Die ken ik al zo fucking lang. En die gasten zijn super vriendelijk. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Met ze. It's on the way. Altijd super vriendschappelijk. Duncan, doe even een invite zetten. Op. We doen een crew-oorlog. En dat doen we dan in een team deathmatch. Elvin is gejoind, dankjewel. Nou, winnaar is de winnaar. Je feliciteert de winnaar. En je gaat weg. Gas. Oh ja, en degene die het opstootje binnen de crew zich veroorzaakt, moet uiteraard wel even praten met degene waarbij die het geflikt hebt. Dat is dan wel weer zo. Moet wel altijd netjes en goed opgelost worden. Dat stond altijd voorop. Ga je mee of niet? Sorry. Ja, ik kan mee. Sorry, met het nieuwe fighters. Sorry. Nee. Waarom sorry? Waarom? Sorry is niet nodig. Sorry. Nou, stop. Goed. Sorry. Stop. Sorry. Waar gaan we? Naar mijn... Waarom staat er een haan op de kerk? Waarom? Anders komt er geen kip. Ja, mijn crew zit vol met killers. Legendary Fighters NL is één kill squad. Als je iemand gedempt hebt, dan kan je toch niet... maar niet eentje die non-stop iedereen begint. Oh, dat ben jij. Oké. Okay. Een schedel achterin. Then I know you're watching. Hello. Oh, ik zit even de chat te lezen. Alles uit om nog maar NCIS komen.
Zo, team. Ref, heb je zit je nou mijn raampje weer te slopen? Ja. Moet dat nou weer? Zit jij nou heel je auto te slopen? Ik wil gewoon bij deze zo zeggen. Ja, want het is mijn auto, hè. Dit is niet jouw auto. Excuses voor mijn woorden. Ik hoop dat ik het ook wederzijds terugkrijg van Luc. Want wat hij gezegd heeft over mijn tanden, dat kan ook. 1908. Met mijn maat op zich. Wat? Wauw, wie is al die mensen? Wie is. Ja, wie is dat? Wie? En dit moet gewoon netjes opgelost worden. Hier moet ik versta er niks van, wanneer grote muil zit doorheen te lullen. Al die mods die zitten en zijn weg. Ik ben nog wel mod. Ja, dat klopt, dat heb ik gedaan. Ref is geen mod, want ref is wel aardig. En dan praat ik gewoon niet meer met Luc, dan is het gewoon afgelopen. Oplossen gewoon en dan zo laten staan, hè, Duncan? Ja, ik kan ook geen mods maken. Daar heb ik geen toegang tot. En kan je even helpen? Menno zit niet in de party, jongen. Weet ik. Misschien kijkt hij de kant op. Dat die ook niet. Wie is... Nou, ben ik mee eens, Robin. Ik heb al... Oh, ik ben mezelf. Ja, ben cool. Ik ga op je abonneren. Met je 11 abonnees. Huh? Kijk uit, Melvin is of de Raider. Melvin is de kerel doet zijn best. Ik vind alle natte Ik vind het helemaal super. Helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Jee, 12 abonnees. Alsjeblieft. Dankjewel. Wie is dan een mooi getal? 12. Wow. Wat een getal. Ik stream eigenlijk bijna nooit. Kom weer, Ghost. Jouw bril ook niet, die mag je op. Wat? Wie zegt dat? Ja, die Die van Junior's poppetje heeft zo'n bril op. Lol, kolf 1, brandnoep, lol. Brandnoep, hoe de fok is brand? Oh, ik ben er klaar mee, ik krijg alleen maar invites van. Wie is die kat? Ja, dat is Wietse. Ries, kom alsjeblieft wel even is die kat Wietse? Nico, de kat is Wietse. Oh. En iedereen is ook klaar met hem. Ik heb voor 3 mensen gegeven. Ilko is klaar met hem. Iedereen is klaar met hem. Ja, maar god, voor de tyfus. Er zit hier niemand in Nico de Kat in deze sessie. Nico de Kat? Ja. Oké, wat voor naam? Nou, is uitgesloten, het... oftewel dan kan hij ook niks meer zeggen. Het is met de kut, want we moeten 22 minuten te wachten. Hoeveel? 22. Oh, dan ga ik hier niet binnen wachten. Nee, dat stopt. Heel koos, wie mis je? Als je een grote kat eet, dan rust in passive. Mag ik het met die, inderdaad. Hey Ilko, ik heb een vraagje aan jou. Welke? Zou jij willen praten met Luc en willen vragen aan hem of hij met mij zou willen kijk praten? Kijk uit! Om hier tot een oplossing voor te komen. Ja? Ik ga weer naar binnen. Nee, hij gaat al weg. Wie is dat dan? Kijk. Nee. Oh mijn god, Melvin, waarom? Ja, je schiet maar op, Robin. Melvin, Jelle is er niet.
Mijn auto, godverdomme. Ik ga snel. Kom hier nou maar. Daar ben ik er klaar mee. Waar de fuck is die hond? Ik kan het natuurlijk niet zien. Ook daar is die. Zijn er twee? Twee hoertjes zijn het allemaal. Ja, hij draait. Het zijn gastjes die kunnen niet stoppen. Dat weet inmiddels iedereen. Het heet echt van die kant. Godverdomme. Ik blijf gewoon lekker onder die brug staan. Onder die brug kan hij me niet pakken. Oh, dat is overal wel een manier voor om je te kunnen pakken. Jammer genoeg. Oh, je hebt precies weer... Er zijn een hoop manieren om onder bruggetjes te knallen. Of niet? Nee, ik ben gewoon even geleefd. Oh, jammer. Oh, nu heeft hij me. Ja, ik ga... Waarom moet hij ons eigenlijk hebben? Wij doen toch niks? Ja, dat ben jij trouwens aan het doen. Ja, maar dat is leuk. Guys. Mijn homie hoor je niet zo mijn chat uit de lucht. Als hij gewoon rechtdoor blijft schieten... Of als hij rechtdoor blijft vliegen wel. Verschillende mensen even gaan afkoelen. Ja, het zijn er twee, dus niet te overleven. Ik doe niet eens wat. Ik heb ze niet eens gekild. Waarom met elke stream ruzies voor ze? Waarom ontstaan die ruzies? Hoe is dit trouwens begonnen? Dat verbaast me echt. Ja. Ik wil dat eigenlijk best wel weten. Oh, ruzie. Nee. Met ruzie los je niks op. Toetoe. Nee, dat klopt. Met ruzie alleen, daar los je niks mee op. Hé, Pogas. Ja, ik weet al hoe het is gekomen. Jij hebt toch meestal... Oh nee, niet zo. Godverdomme. Ik zocht net naar zijn naam. Maar ik zag een heel erg gaaf gemodderd outfit. Het checkboard. Ja. Welke? Checkboard outfit. Checkboard, die ken ik niet. Ik kan, ja. Dan komt die niet in. Maar waar, Ilko? Ilko, dat weet ik toch al, schat. Schat patatje. Schat patatje. Jongens, drie mensen. Ik ga hem eventjes doorzoeken. Wil ik eens kijken of ik zo'n checkboard outfit kan krijgen? Checkboard outfit. Oh, King of Egypt zit ook weer ripped. Ripeye. Dat is zo lekker, Ripeye. Wel lekker. Ja. Ik ook. Is toch lekker. Ik ken het niet. Is toch lekker, Ilboes. Ripeye. Een screenshot van wat je bedoelt. Want ik weet, ik heb totaal geen idee wat je bedoelt. Ja, dus zullen we iets op een stuk van leren. Ja, hey. Don't ask. Ik ga het wel doen. Nee. Character.
character mode glitch of zo. Ja, ik ga het maar eens proberen. Ik wil het al een heel tijdje. Ik zit al een heel tijd op de gangen. Ja, dank zo kan ik het beste zeggen. Heel goed dat jij wat dat betekent, jongen man. Ik wel, hè? Dat wordt vaak gamen. Nee, de korting is er precies nou vanaf. Van wat? Tyfus. Nee, hier in van wat? Van de bunker, ja. Die is eraf. Ja. Dat is kut. Kop dicht. Jammer, hey, Remco. Maar ja, dat maakt niet uit. Jij hebt toch geld nodig? Zo we bij elkaar gespaard? Ik heb geld nodig. Ga autootjes halen. Daar kan je nu 800.000 mee verdienen met 4 toprange. Oeh. Plus nog de kosten van het upgrade inschrijven. Dus dat is 160, 170. Oké, dat is weer eens een keer een leuke korting. Maar wanneer gaat zijn, kun je een keertje dubbel RP en dubbel money zetten op die motor en ding. Ja, maar ik zou nu dit gewoon doen. Hey Mart. Hey Mart. Hoi Martje. Ik kom online spelen hoor. Fuck story momenteel. Waarom ga je helemaal naar links? Blijkbaar een stomme heist missie en dan ga je met Trevor een heist doen en als je die hebt gedaan, dan krijg je helemaal niks. Waar gaat het halen nu? Waarom? Daar ga je nu 800.000 mee doen. Gewoon normale gehakt, gemengd. Of waar? Ja? Oh ja, ik ga de auto halen. Die is gehakt, hartstikke droog. Maar dat is iets. Weet je hoeveel chocolade je kunt krijgen? Ja, ik heb nu al 3.9 miljoen. Ja, ik ga vanavond alleen maar auto's halen. Heb jij nu school al? Oh. Nee, ik was vandaag mijn rooster bekijken en zo met mijn mentor praten. En morgen begin mijn school en dan heb ik tot het 7e, dus. Is het te laat, 7e voor jullie? Zo laat, 7e voor jullie? Auw, lekker joh, vakantie is voorbij. Nice. Nee, nog niet. Hoe is het 7e bij jullie? Mart? 7 is kwart over 3. Kwart over 3, wij zijn 10 over half 3 uit. En dat is bij ons het 8e. Oh ja, dit is nou de Ardent, hè. Ja, maar die... Oh, maar die kan ik kopen. Als ik 2 keer auto's verkoop, 1,6 miljoen per keer, kan ik ook een Ardent kopen. Nou, waarom niet? Oké, okay, ik heb nu 2 keuzes. Of ik ga een bunkertje, of ik ga een nieuwe auto kopen. Bunker. Jongens. Bunker. Maar dit is echt de beste aanbieding in tijden. Gewoon moet ik eerst al mijn dingen met kopen, rust laten? Ja, kan 1908 mij met rust laten in GTA, want anders kom ik gewoon niet terug. Hey Tony. Jij Tony. Loopt ook gezellig weer in THNL. Nee, ik kom niet meer in gezellig in THNL. Teringluiers als Wietse die zit daar alleen maar bij. Tony. Dus iedereen uit THNL. Ik hoor niet. Oh. Nee, ik wil eerst... wel. Ja, maar ja, ik wil dat mijn... Wie heeft de leiding van mijn crew? Ik vind het leuk. Je hebt weet ik niet. Het is jouw crew, die... niet die van ons. Gene, het is mijn crew niet meer. Oh, dan is het Lucas. Lucas heeft nu de leiding. Bij TNNL. Nou, moet jij Lucas vragen of die Wietje eruit wil gooien. Lucas? Hoezo Lucas? Lucas is nou de leider. Dat zag ik als laatste toen ik wegging. Ja, GTA. Ja, autootjes. Ik hoef nog 3 auto's te halen, dan kan ik lekker verkopen. Ja. Maar auto's verkopen ga ik gewoon zo snel. Auto's verkopen ik echt heel... Of gewoon halen. Ja, maar je moet ze ook halen. Ja, nou, ik heb een buzzer, dus dat komt wel goed, hè. Waarom kan je steeds alweer zo snel? Nou, we zijn nu gewoon de Ardent. De reis pakken. Ja, jij? Wanneer moet jij naar school? Oh, dat is echt heel ver. Ik heel even naar maar dan hebben we precies een dwarrelrooster. Kan dat? Mark, je bent in mijn sessie. Ik ben wel nodig. Je bent 20 gedurnd. Nee, ik pak het zelf niet. Ik pak het. Ja, die zit... Moet dan je weet waar mijn dingetje is. Dat is bij jou voor Jelle, je weet waar mijn hoofd is. Jezus, jouw poppetje. Zie ook waar ik nou rij. Jouw poppetje. Tempo. Enko, ik kom eraan.
Maar en het kost nog wel 60k om. En het kost nog wel 80k om de 4 te kopen dan. 80, nee, 160. Ja, ik wou net zeggen, dat is dan ook verdubbeld lopen. Ja, ja. Tony is nu thuis. Leg. Ik heb de hele dag Pokémon zitten spelen. Ik zou haast zeggen dat we beroemd zijn met al die herfjes. Op naar de office. In de Ocelot. Wow, right. Oh nee, toch eens. Ja, maar godverdomme. Waar de fuck moet ik te zijn? Ik ben al met mijn 120 character en ik heb maar 12 kogels van een... Rijd door, godverdomme. Goed zijn. Ik kan nog helemaal niks doen op deze character. Heb jij al mijn karakter gepakt, denk je? Ja, om iets te proberen. En lukt het? Remco, heb je ook de nieuwe auto? Nee. Of de twee naar een nieuwe auto? Remco heeft geld nodig. Ja, nou, dat kan je nu verdienen. Autootjes. Ja, dat is het. Enter the office. Waar de fuck is van dit? Waar de... Ik hoor de leuke muziek weer. Nee. Ja, grappig. Ja, ik ga je niet. Oh nee. Oh, dit is zo'n domme zet. Wat voor ons kunnen we dan? Iets nieuws. 4 seconden uit moto. Dat is voor mij een nieuw record. Oké, waar is de auto? Hoe dan? Ik kan ze gewoon eens. Oh, oké. Okay. Het is geen missie of zo. Oh, Waar ben ik in godsnaam terechtgekomen? Oh, van achteren. Oh, ik hou van achteren. Hoe kan je me raken? Even serieus. Kan je me eens zien? Nee, daar is. Jullie allemaal mee gemist? Ja, zo erg. Voor mij net huilen. Ah, pop, ik dacht, visje eraf. Ja, we gaan bijna net zo hard huilen als al die mensen die gisteren een eclipse zagen in Amerika. Die gingen ook allemaal huilen. Nee, dat slaat me even. Ze janken voor niks. Ze janken voor een maandje. Voor een zonnetje. Oh, ik vind niet het deze. Prachtig zonnetje. Oh, als hij weer een wind, als hij in het windmill park staat. Ja, ik mag hem stelen. Ja, ik weet dat tenminste niet is. Of niet? Nee, toch niet? Bah. Bos. Let's go. You are my boss. Tony, u are my boss. Ik vind het allemaal prima. Ik vind het allemaal prima. Mats, ga jij nou ook naar de middelbare school of niet? Nee. Maar goed af. Dat duurt nog een paar jaar. 7. Lekker. Geluk.
Ja, lekker naar de derde. Zelfmoord. This is the sound of silence. Give me that tires. And it is your bomb. I knew it was a bomb. Ja. Let's go up de snelweg with this tires. Dit is een beautiful tires. De license plate is lemon. Or something that looks like this. Oh no, it's not lemon, weet je wat doen? Citrus. Weet je wat leuk is om te doen midden op de snelweg stoppen? Ja, yeah. Kom jongens, laat hem stoppen. Ja, al deze mensen friendly in deze sessie. Ik ken ze ook niet, dus het is wel lekker rustig zo. Ja, tot ik deze mensen tegenkom. En 9 van 10 keer is het zo van, als je hun niks doet, dan hun jou ook niets. Nee, dat wel. Ja, maar zo werkt het helaas wel niet zo niet. Nee, maar dat is bij jouw mensen. Bij de mensen waar wij mee zitten, was het heel goed. Ja, maar Wietse, dat is gewoon zijn eigen schuld. Hij is gewoon kwaad geworden om niks. Mensen zijn anders. Hij was toch gestopt? Nee, Wietse is nooit gestopt. Wat zeg je nou weer? Nou, ik dacht ook dat ik je al kan noemen. Nee hoor, dat was allemaal twee. Ik ben gewoon in de CEO, hoe is dat, het is Junior van Galen. Hallo. Wat? I see you there on the in the upper highway. I can see you drive. In what I am driving? That is a car. Now I have 549 damage on my car. That's not nice. I have almost 7 car. That daddy is cool, yeah. 7,000. All the fuel is doing online. Hey, dat is een auto binnen. Ik ben het niet. Dat is plus 1. Oh, Junior. What fuck? Jou, die gasten die schiet jij ook op jou aan had, zijn op mij gaan schieten. Ja, en nou heb ik opeens 1,500 damage. Ja, kunnen we doen. Dankjewel, Junior. Ik zou ook zeggen, deze auto hier. Very pleasant. Oké, fuck the sound of GTA. Let's turn on some music. Even kijken. Thank you. Yes, go to settings. And then audio, and then we turn it all off. And then we go to music. Precies 140.000. Ik ga afspeellijst. Ach, Mats. Doei. Ik heb een paar kogels in mijn armen. Godver. Au. Oh, er zijn veel mensen weg. Dat komt mooi uit. Luke, zit je al bij ons in de sessie, of niet? Wat is de challenge? Oh, reverse, oké okay, dan. Ik ben ook bij jou aan de seizoen. Ik moet nog een keer wachten. Kunnen we zo even wat verkopen? Ja hoor. Ik dacht dat we zijn nog even wat gaan stoppen. Ik meld het nu alvast. Voordat je zo meteen nog wat autootjes gaan halen. Ja, maar ik wilde juist nog gaan halen. Ja, maar dat... Dat ik wil eigenlijk even gaan stoppen. Dat ze in één keer kunnen doen. We gaan eten. 5 uur. Heb je mij gehoord? Ja. Ja? Rip Tony. Tony werd genaaid. Nee, wij gaan eten om 5 uur. Wie is ik aan het streamen? Ik eet al belachelijk vroeg.
Als je ziet, is Ilko nog niet... Nee hoor, Jelle, want bij ons staat eten ook al op. Wij gaan ook al eten binnen nu en... Nee hoor, maar hij is uit. Fucking hem. Wat doe je, Ilko? Zo vroeg eten. Ja, het is wel vroeg. Ja, dat vind ik ook. Ben je er klaar mee? Ik eet altijd 6:30, jongen. Wij eten 7. Altijd 6:00, 6:30. Meestal. Oh, opeens komt er een dan aangekost. Denk het even niet, hè? Fuck jou. Ja, dat ben ik. Nee, dat was jij niet. Dat was een lelijke zwarte lowrider sedan. Duncan, ik had al aangegeven dat ik... Ja, moeten we nu verkopen, Duncan? Ja. Mag ik er niet nog even één halen? Nee. Jawel. Zo gedaan. Maar... Laten we nou even nog één auto fixen. Ga ik eten en dan zie ik jullie weer. Nou, dames en heren, tot de volgende keer.